Deze les gaat over hoofdstuk 14, paragraaf 8. En we hebben het vandaag over brekende stralen. We gaan kijken wat er gebeurt in de overgang van licht van het ene doorzichtige medium naar het andere doorzichtige medium. En dat kunnen we hier al in dit plaatje zien wat er dan gebeurt. Wat we hier hebben is een glazen bak, zit een vloeistof in, water, en in het water zit een fluoriserende stof opgelost. Je ziet hier een lichtstraal, die komt vanuit schuin boven uit de lucht en die komt hier op het wateroppervlak. En dan gebeuren er twee dingen. Ten eerste wordt een gedeelte van de lichtstraal teruggekaatst, gespiegeld of ook wel gereflecteerd. Een ander gedeelte van de lichtstraal die gaat de vloeistof in, maar niet in dezelfde richting. De lichtstraal maakt een knik of hij wel treedt breking op of refractie. Hier zie je het nog een keer terug. De lichtstraal wordt voor een gedeelte teruggekaatst en een gedeelte wordt gebroken. Nou is het belangrijk om de volgende dingen goed te onthouden. Ten eerste, we kijken altijd naar de richting van de lichtstraal ten opzichte van de normaal. En de normaal is deze hulplijn. Dat is een lijn die loodrecht staat op het grensvlak, in dit geval lucht en de doorzichtige stof. En dan zijn er drie markante hoeken. Ten eerste, invalshoek I, dat is de hoek tussen de invallende lichtstraal en de normaal. Ten tweede hebben we de terugkaatsingshoek T, dat is de hoek tussen de teruggekaatste lichtstraal en de normaal. En ten derde hebben we de brekingshoek R, en dat is de hoek tussen de gebroken lichtstraal en de normaal. Je ziet dus wel dat die normaal een hele belangrijke functie heeft. Nou gelden er twee regels. Ten eerste de zogenaamde terugkaatsingswet. En die terugkaatsingswet zegt dat hoek I gelijk is aan hoek T, oftewel de hoek van inval hier is gelijk aan de hoek van terugkaatsing. En daarmee kunnen we heel makkelijk bepalen hoe, in welke richting de lichtstraal gaat als die teruggekaatst wordt. En de tweede regel vertelt iets over de mate waarin de lichtstraal gebroken wordt. En dat gaat aan de hand van de brekingswet van Snellius. En die wet zegt dat sinus I gedeeld door sinus R is N, waarbij I, dus die invalshoek, is in graden, R, de brekingshoek hier, ook in graden, en N, de zogenaamde brekingsindex, dat is een constante zonder een eenheid. En die N is afhankelijk van de materiaalsoort, welke soort stof je hier hebt, en de kleur van het licht, en daar kunnen we waardes van terugvinden in de BNAS-tabel 18a en b. Je kunt ook in de situatie zitten dat de lichtstraal niet vanuit de lucht naar het doorzichtige materiaal gaat, maar omgekeerd door het licht vanuit het doorzichtige materiaal naar de lucht. We kennen het omkeringsprincipe, dus die lichtstraal zou deze weg afleggen. Dan kunnen we nog steeds de brekingswet van Snellius toepassen, alleen dan moeten we oppassen wat er met N gebeurt. Want de N van materiaal naar lucht, van de doorzichtige stof naar de lucht, is 1 gedeeld door de N van lucht naar materiaal. En onthoud, dus de brekingswet van Snellius is gebaseerd op de situatie van lucht naar het materiaal. Dus deze N, zoals die hier staat, is de N van de BNAS. Dus het is deze N. En de andere N in de omgekeerde situatie kan ik dus heel simpel berekenen door 1 gedeeld door N de waarde van de BNAS te nemen. Bij de overgang van lucht naar een doorzichtige stof hebben we altijd materiaal waarvan we zeggen het materiaal is optisch dichter. Dan de omgekeerde situatie. Stel we gaan van water naar lucht. Dus de lichtstraal komt hier vanuit water en gaat naar lucht. Nou, we hadden net al gezien dat er de breking deze richting opvalt. Dat gaat dus nu andersom. Wat gebeurt er nou als we deze hoek, de invalshoek, steeds een stukje groter maken? Dan gaat deze lichtstraal steeds verder naar beneden, totdat er een bijzondere situatie ontstaat dat deze lichtstraal precies onder een hoek van 90 graden verder gaat. We zeggen dan dat de hoek van inval gelijk is aan de grenshoek. Gaan we dan nog een stukje verder, dan treedt er iets bijzonders op en dat noemen we totale reflectie. De lichtstraal blijft in het water en kaatst totaal terug. Er gaat dus geen licht meer uit, al het licht blijft hier binnen. Dat is dus de situatie als die hoek van inval groter is dan de grenshoek. Hoe kan ik dat dan berekenen? Nou, we weten dat hier de sinus, of de R 90 graden is en de sinus van R is 1. Sinus I gedeeld door sinus R
zou dan sinus i zijn, maar die is dan precies de grenshoek. Dus dat is sinus g is 1 gedeeld door n, met g de grenshoek uitgedrukt in graden en n de brekingsindex van de stof. Laten we nog even kijken naar belangrijke dingen. Hier hebben we breking en terugkaatsing. Dit is in dit geval de inkomende, de invallende lichtstraal. En we zien dat er terugkaatsing optreedt, en die hoek is even groot, en dat er breking optreedt. En bij de breking van lucht naar het materiaal is de brekingshoek altijd kleiner, en dus zeggen we de lichtstraal breekt naar de normaal toe. En welke hoek we ook nemen, het is altijd naar de normaal toe, behalve als we precies op de normaal gaan zitten, dan gaat de lichtstraal rechtdoor. We kunnen ook nog eens even naar die omgekeerde situatie kijken, bijvoorbeeld in dit geval van kwarts naar vacuüm. En dan treedt dus het omgekeerde op, er is nog steeds terugkaatsing hier en een gedeelte wordt gebroken, maar de breking is nu van de normaal af. He, dus bij lucht naar materiaal van naar de normaal toe en bij materiaal naar lucht van de normaal af. En ga ik deze hoek groter maken, dan zie je dat die rode lichtstraal steeds dichter naar het oppervlak komt en boem, op een gegeven moment gaat die over van breking naar terugkaatsing. En dat gebeurt op het moment dat ik de grenshoek passeer. Ten slotte de begrippen. Spiegeling, ook wel reflectie genoemd. Breking, ook wel refractie genoemd. De belangrijke hulplijn, de normaal. De invalshoek, de terugkaatsingshoek en de brekingshoek. De brekingswet. De brekingsindex, de constante die aangeeft in welke mate er breking optreedt. Het feit dat elk materiaal anders dan lucht optisch dichter is. De zogenaamde grenshoek, waarbij totale terugkaatsing optreedt. De formules, hoek van inval is gelijk aan de hoek van terugkaatsing. De brekingswet van Snellius, sinus i gedeeld door sinus r is n. En bepalen van de grenshoek, sinus g is 1 gedeeld door n. Zorg dat je deze begrip goed begrijpt. In de les gaan we er verder mee oefenen. Veel succes met de voorbereiding op deze les.